iedere wedstrijd staan de ballen jongens en meisjes langs de lijn om te zorgen dat het spel snel weer verder kan als de bal uitgaat. Eén van hen is Josh en daar is hij erg blij mee. Ik denk dat iedereen, elk kind dat ze heel graag zou willen en ik heb het geluk om dat te mogen doen. Dus dat houdt ongeveer zo wat in. Natuurlijk is het een mooi baantje, maar ooit wil Josh zelf in het veld staan. Het is zeker mijn droom binnen de lijn staan, vooral bij het Nederlands elftal. Als ik nu kijk, dan denk ik toch zo, ja, dat is toch wel heel gaaf als iedereen je naam roept of iedereen juicht als je een goal maakt. Dat is wel iets heel vets. Voor iedere wedstrijd ontvangen de ballen jongens en meisjes de laatste instructies. Zometeen gaan de haren vast. Zo, nou, de heren hebben allemaal korte haren. De dames doen hun haren vast. Oorbellen, kettingen, horloges, telefoons, alles gaat af, uit. We gaan schemerschermers aandoen, we hebben een petje op, we hebben bidons mee en we hebben een bitje in. Bitje wat we van Interpolis hebben gekregen, dat gaat mee. Voordat de wedstrijd begint dragen Josh en zijn collega's de vlaggen het veld op voor de volksliederen. En daarna begint het echte werk. Je hebt natuurlijk ook je medeballen, je jongens en meisjes. Dan moet je goed communiceren of naar elkaar kijken wie nou de bal legt. Want je wil natuurlijk geen twee ballen in het veld hebben. Je moet goed blijven opletten, want ook als de wedstrijd al gespeeld of is het heel saai, moet je blijven focussen op de wedstrijd. En dat is soms nog best wel moeilijker. Dus ja, het is toch nog wel best wel pittig om ballenjongen te zijn, vind ik zelf. Balloos. Na twee keer 35 minuten zit het er weer op. Ja, ik vond het echt geweldig om te doen. Het was weer een leuke ervaring. Het was een, ik zag wel, Engeland had het wel moeilijk, maar ik vond het een mooie wedstrijd om te doen. Op naar de volgende wedstrijd.